zoveel erger af kunnen lopen. Dit had zoveel erger af kunnen lopen. En onthoud dat echt voor volgend jaar. Als je zelf nadenkt of je wel of niet wil komen. Want met z'n allen staan we een stuk sterker. Het is heel heftig geweest, de nasleep. Veel mensen van KOZP, heel veel van de zwarte activisten, zij kampen echt met een lange nasleep, mentaal, fysiek. Er is een nasleep als het gaat om de rechtszaak, de schade die mensen hebben opgelopen. Er is heel veel gaande waardoor helaas er geen mensen van KOZP en weinig zwarte sprekers bij kunnen zijn. Maar dat is ook waarom we hier staan, in solidariteit met hen. Dus als ik jullie vraag, hoe laat is het? Solidariteit! 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 Dankjewel. En de politie stond erbij, keek ernaar en deed niks om hen te beschermen. In plaats daarvan werd dit racistisch geweld beloond door de demonstratie af te schaffen. De politie werd ingezet om onze grondrechten te ondermijnen in plaats van een vreedzame demonstratie te faciliteren. Daarom lopen wij straks met z'n allen langs het ministerie van Justitie om haar eraan te herinneren dat het haar taak is om alle Nederlanders veiligheid te bieden. Niet alleen wanneer ze opkomen voor iets wat haar bevalt of wanneer het witte boeren zijn. Minister, schaam je! Minister, schaam je! Minister, schaam je! No more blackface! No more blackface! No more blackface! No more blackface! It's, you know what? It's a so unique communication. And connection between the Palestinian struggle and the queer struggle and the Black Lives Matter struggle, Black liberty. It's a connection that it's we all have the same value and principles that we anti-colonialism, we anti-racism, discriminations. So we should always be united and not divided, and be because we have the same direction. When we demonstrate, that every time we try to demonstrate in the climate movement or in the social movement, that the police is just letting counter-protests turn into violent and vijandig publiek. We have met those kinds of things. I have been hit from the road, and I mean that literally. I have almost been overrun by a car while six policemen were standing around the car. Yeah, doing nothing. And I can speak about the multiple times that I have seen my friends being dragged away from the streets by their necks, by their mouths, shoved into buses and with blood everywhere. The worst thing I personally encountered was when I was with Kick Out Zwarte Piet last year in Volendam. Never before have I have seen so much hate from people around us, and never before I have seen so much failure by the people in uniform. Not only did they fail to stop the vijandig publiek from throwing bricks, fireworks, eggs, fishes, and all kinds of things that you can grab and throw. After we left, they arrested nobody, but they followed us. And they wanted to check what we were going to do. And can we, if there are 60,000 police people and we say, okay, it's just the rotten apples that are the bad ones, most of us are good, how can the few rotten apples fuck the system up of 60,000 other people? I cannot believe that. Get out, Zwarte Piet! Get out, Zwarte Piet! Get out, Zwarte Piet!
peace! Ik wil ook heel erg KSRP bedanken voor de strijd die ze de afgelopen 10 jaar met gevaar voor eigen leven vaak gevoerd hebben. Ik denk, zonder hun inzet, zonder die strijd en zonder al die keren dat zij naar verschillende plekken in het land zijn gegaan om blackface daar te bestrijden, zouden we nog steeds overal in Nederland geconfronteerd zijn worden met blackface. Ja. Dus ik ben heel erg blij dat zij die strijd zo lang geleverd hebben. Geweld en intimidatie tegen activisten die protesteren tegen Zwarte Piet is helaas een constante. Alleen de minister ziet dat nog steeds niet. Maar ook andere activisten krijgen geregeld met politiegeweld te maken. Solidariteit met KOZP en alle activisten die op verschillende terreinen actief zijn, is daarom cruciaal. Woehoe!